Hoi, in deze video berekenen we de integraal van de functie xy over een gebied dat er een beetje raar uitziet. Namelijk als volgt, ik heb de naam gegeven, het is R en het zit ingesloten tussen de grafiek van enkele andere functies. Ik heb hier de diagonale lijn, dat is y is 2x, dat vormt ook de bovenkant van dit gebied. En ik heb hier de parabool y is x kwadraat, die vormt de onderkant van het gebied. Nou, hoe moet ik over dat ding integreren? Daarbij moet je op een of andere manier dit gebied beschrijven. En dat doen we door eerst de x te variëren. Nou, de x varieert van 1 tot 2. En dan bij elke waarde van x te integreren over het lijntje dat daarbij hoort dat in het gebied zit. Dus, wat ga ik doen? Let op. We gaan eerst de x variëren van 1 tot 2. Dus dat wordt mijn buitenste integraal. Dx. En dan voor iedere waarde van x ga ik integreren van de grafiek van de onderste functie. Dus dat is in dit geval de parabool. Y is x kwadraat. Dus van x kwadraat tot de bovenste. Dat is 2x. Dus tot 2x. Oké, dus het typische hier is dat onze variabelen ineens terugkomen in de grenzen. En dit is de binnenste integraal, dus daar komt mijn dy. En ik integreer over de functie x keer y. Dus ik heb nu, zoals die daar abstract stond, even omgeschreven naar hoe we hem concreet moeten uitrekenen. En let op, we berekenen integralen altijd van binnen naar buiten. Dus dat betekent dat we de integraal die je hier ziet, over dy, eerst gaan uitrekenen. Dus ik schrijf gewoon weer op dat we buitenste integraal laten staan. Daar doen we niks aan. En we gaan hier naar kijken en nu moeten we integreren naar y. Dus dan moet je goed oppassen dat je die x even ongemoeid laat. Als een constante bepaald, beschouwt. Dus dat wordt x keer. En dan de primitieve van y is een half y kwadraat. En we moeten daar uiteraard ook dan de grenzen op invullen. En de grenzen waren x kwadraat en 2x. En daarna komt dus die integraal over dx eraan te pas. We gaan de randen invullen en hou het hoofd vooral koel. Integraal nog steeds van 1 tot 2. Die x, daar heb ik even niks mee te maken. Ik krijg een half keer de bovenste grens in het kwadraat. Dus dat wordt 2x in het kwadraat. Min de onderste grens, dat wordt x keer een half keer x kwadraat, maar het is het y kwadraat, dus die moeten we dan wel kwadrateren. En dan zijn we aanbeland bij dx. Oké, ik ga dit vereenvoudigen en dan gaan we het uitrekenen. We hebben dus nog steeds een integraal van 1 tot 2 over x en het enige wat ik nu doe is een beetje algebra. Dit is 4x kwadraat, daarvan de helft is 2x kwadraat, dus dit wordt al met al 2x tot de derde. En dit wordt een x tot de vierde, keer een half, is een half x tot de vierde, keer nog die x, dan wordt het een half x tot de vijfde. Dus min een half x tot de vijfde dx. Oké, gaan we daarmee verder hier rechtsbovenaan. Een primitieve voor x tot de derde is natuurlijk geen enkel probleem, dat is x tot de vierde. En we hebben een 2 daarvoor. Dus ik compenseer met een half, want een half keer 4 is 2. En primitieve voor x tot de zesde, x tot de vijfde is x tot de zesde. Maar er moet een half uiteindelijk voorkomen, zelfs min een half. Dus ik krijg min 1 twaalfde. En daarvan de grenzen is van 1 tot 2. Nou, dan krijg je iets wat op zich een hoop breuken oplevert. Maar daar schrikken we niet van terug. 2 tot de vierde is 16. Dus dat geeft me hier een 16. Daar 2 tot de zesde is 64. Dus dat geeft me 64 twaalfde. Min. Tussen haakjes de grenzen met 1. Nou, de grenzen met 1, dat is een half min een twaalfde. Oké, nou vanaf nu is het een beetje breukrekenen. Ik zie dat ik hier een haakje open heb gezet. Vraag me niet waarom. Maar ik doe voor de zekerheid hier maar een haakje sluiten dan. Dat geeft ons hier gewoon 8. Min 64 twaalfde. Min
En dat is 5 twaalfde, hè? 5 twaalfde. 8 is 96 twaalfde, klopt dat? 8 keer 12 is inderdaad 96. Min 64 twaalfde, min 5 twaalfde. Is 96 min 69 is 27. 27 twaalfde is ons eindantwoord. Nou, dat is toch fijn om te weten.